Ik ben Jurgen Siemink, ik ben lesgever bij OPT, Ontwerp en Productietechnologie, bij Odyssee Technologie Campus Gent. Bij OPT leren de studenten mechanisch ontwerp en productietechnologie. Wij gebruiken de lasermachine om echt de student te tonen dat een ontwerp maakbaar moet zijn. Dat ze dus moeten nadenken hoe dat ze kleine details aan een ontwerp moeten verzorgen om het tot een monteerbaar geheel te komen. Ja. Bijvoorbeeld van projecten die studenten nog gemaakt hebben, is bijvoorbeeld dit toestel. Dat is eigenlijk een katapult om een tennisbal te schieten naar een doel. Dat is een projectwerk. De studenten krijgen een opdracht en zij moeten in een tijdspanne van een paar maanden tot een werkbaar resultaat komen. We zijn heel blij met zo'n lasertoestel, veel toegevoegde waarde, omdat die vrij goedkoop is, robuust en bijna zonder vooropleiding van de student kan die gebruikt worden. Dus dat is een half uurtje uitleg, een klein beetje persoonlijke coaching en zij kunnen daarmee aan de slag. Ik zou zo'n lasermachine zeker aanbevelen bij andere scholen. Het is een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding naar wat de studenten kunnen leren. Alle voordelen van een ontwerp maken dat ook nog moet uitvoerbaar zijn, kun je met zo'n machine aanleren. Dus als je 2 mm of een halve millimeter fout tekent, werkt het niet. Dus dat kunnen we met zo'n machine bewijzen dat dat zo is. En de studenten zijn er tevreden van, dus die willen wel meer van hetzelfde. Ja.